licht, met veel energie met deze mensen, maar wel met een heel groot thema. En het thema gaat over iets waar filosofen ook al eeuwenlang over praten. En dat is wie wij nou zijn en hoe wij kijken naar andere mensen. En dat mensbeeld, dat bepaalt ook nog steeds hoe wij onze samenleving inrichten. En als je dan bedenkt dat in 1990, zo kort geleden nog maar, homoseksualiteit van de lijst is gehaald van ziekten, dan is dat denk ik ten alle tijde heel erg goed om dat over het voetlicht te brengen. In welke vorm dan ook, want het is comedy. En met heel veel muziek. En die muziek gaan jullie vandaag horen. Ja, Zanna, nee Zanna. Misschien is het wel dat Zanna, dat vlak voordat de voorstelling of het verhaal begint, dat hij in een enorme bouwput valt. En dat wij ergens in zijn brein zitten en dat daar ineens een wereld ontspruit. Dat zou kunnen. Misschien wel terwijl hij op de pont staat en net kijkt naar twee zoenende mensen, een jongen en een meisje. En hij denkt, hé, dit vinden mensen leuk, maar hoe zou het toch zijn als hier nu twee jongens zouden staan? En hij stapt weer op zijn fiets en hij fietst ook die bouwput in. En dan begint het verhaal. Dat zou kunnen. En dan hebben we Elise. En Elise speelt de rol van Greet. We hebben Sangeeta, die speelt de rol van Kika. We hebben Jasper, die speelt de rol van Anton. We hebben Matthew, die speelt de rol van Zanna. We hebben Boris. En die speelt de rol van Tijl, DJ Tijl. Daar hebben we Michael, die speelt de rol van Max, de schaakkampioen. Daarna staat Chino, die speelt de rol van Stef Hoekman. En daarachter zit Jeske, en die speelt de rol van Robert. Goedemorgen Heersveld, hier is DJ Tel. In zomerstijl, een tel voor radio-uurtje hier op Gucci Bitch Radio. De zender van en voor Hogeschool Heersveld. Klompertaart van Urania, onze geliefde natie. Het wijzertje glijdt naar 7 uur en het kwik stijgt naar 26 graden voor een smoele start van het schooljaar. Even een opfrissertje mensen, dit weekend de jaarlijkse schoolpicknick. Dus boy, pak uw vet en lijnt, grijp je chicken, lijnt je broer naar het spettenvet. En legt er niemand voor het grijpen, verstop je niet en zeg geen nee, maar zeg ja tegen onze koppeltovenaar. Waar je ook bent, verstop je niet, zeg ja tegen Zanna, sexy inspectie. Hey, en Zanna, sta op, sta af, en Zanna, dit is voor jou. Boris. Goedemiddag is het inmiddels. Perspresentatie. Ja, jij speelt de rol van Help. Tel. Kan je wat meer vertellen over Tel? Wie is Tel? Tel is eigenlijk de school-dj van, van de school, van de Hogeschool Heersveld. En hij is gewoon een hele leuke, enthousiaste jongen die een beetje zo door het stuk heen huppelt eigenlijk. En hij is eigenlijk een beetje de rechterhand van Zanna. Dus hij regelt allerlei dingen voor Zanna. Stiekem is hij ontzettend verliefd op Zanna en dat heeft Zanna echt totaal niet door. En ja, dat komt dan uiteindelijk wel, nou, dat is misschien nog een beetje jammer om dat te verklappen. Maar niet alles zeggen. Maar ja, dat een beetje. Blij met elke dag en blij met ieder ding. Liefde in de lucht is alsof je het ruikt. Mijn taak is zorgen dat het goed wordt gebruikt. Als baby zag ik de zin van heel mijn leven al in. Ik droeg al ongebruikte liefde af. Toegen me eventjes tijd is mijn verantwoordelijkheid. De distributie doe ik met deze staf. Vraag liefde geen kus, ben een spunneus. Ik speur de onafhankelijk naar dat wat je dat zegt. Zonder een schatje in de smorra kom dek. Wijs naar jou, kom op trek. Trek nou de kut van je liefde af. Hoi Cindy, goedemorgen. Wat staat er op de agenda voor vandaag? Stef Hoekman? Een midvoor. Oh, die Steve, die ken ik niet. Dan is hij zeker eenzaam. Dus kijken wat we daaraan kunnen doen. Oh, straks kom je nog te laat op school. Vliegen maar, gaan we door. Twee jaar twee, zoals Noah ook al deed. De sleutel voor de combinatie vinden wat niet mee. Matthew, om te beginnen, ja, gefeliciteerd, want het was een verrassing, denk ik. Ja, het was een verrassing. Het kwam helemaal uit het niks. Ja. Ja. Maar verrassing in zover. Ik denk dat Lelys een onwijs mooi stuk was. Ja, Lelys heeft gewoon heel veel goede reacties nadien gekregen. En de respons van het publiek was zo lovend en zo enthousiast. Dat, ja, dat ik wel dacht van er zullen wel nominaties zijn. Het zou maar gek zijn, moest er geen zijn. Maar ik hoorde dat er 6 nominaties waren, waaronder ik ook. Dus ik ben enorm blij. Ja. En Ara ook, begreep ik?
En Ara ook, ja. Zij speelde mijn moeder in het stuk. Dus ik ben helemaal blij dat hij ook genomineerd is. Dus daar ben ik blij om, ja. Maar ja, nu ineens wat anders. Zana, nee, Zana. Ik bedoel, ja, totaal wat anders ineens weer. Jij speelt de hoofdrol, denk ik, Zana. Kun je wat meer vertellen over jouw rol? Zana is een magische koppelaar. Die op de high school in Hirschfield gaat die mensen koppelen. Hij gebruikt zijn magische krachten om jongens aan jongens te koppelen en meisjes aan meisjes te koppelen. Dus dat doet hij op school. Dus een heel, heel luchtig verhaal. Het is ook een verhaal die een spiegel voorhoudt, denk ik. Want jullie draaien de boel echt compleet om. Dus wat dat betreft is spiegelen echt hier van toepassing. Toen jij het script hoorde, wat dacht je toen? Wat ging door je heen? Eigenlijk het eerste wat ik van Ja Zijn en Nee Zijn zag, waren filmpjes op YouTube. En ik heb ook even op Wikipedia gaan raadplegen voor een auditie deed. En wat je opvalt is gewoon meteen die hele leuke muziek, die hele catchy muziek. Dus dat trok mij al gelijk aan. Toen was ik eigenlijk al om. Maar de boodschap is eigenlijk ook echt van essentieel belang dat dat verteld wordt. Omdat het echt zo actueel is, die homofobie. En om dan om te draaien is het... Denk ik ook wel op sommige momenten tijdens de voorstelling zal het wel confronterend zijn voor mensen van... Oh, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Van als je alles omdraait, oh, dat is eigenlijk wel erg. En ik heb ook wel vooroordelen en hoe handel ik? Dus ik denk dat mensen het wel op zichzelf gaan betrekken. Ja. En dat is ook denk ik de bedoeling van deze voorstelling. Dat was het eerste voorsmaakje uit Ja Zanne, Nee Zanne. En straks krijgen jullie nog veel meer, maar ik kom even onverwacht ingrijpen en inbreken in deze perspresentatie. Lucas weet ook niet wat er gebeurt, want het stond niet in het scenario. En voor jullie is het ook een verrassing, jullie denken ongetwijfeld ook, wat komt die man daar doen? Wel, even een klein beetje uitleg. Ik ben Guy van Vriet, ik volg als journalist alles wat er op de musical gebeurt. In Vlaanderen, in Nederland en ook verder buiten. En ik ben jurywoordvoerder van de Vlaamse musicalprijzen. Nu, jullie hebben dit jaar geen musical awards in Nederland, jammer genoeg. Maar in Vlaanderen, daar gaan de Vlaamse musicalprijzen wel gewoon verder. Die gaan naar producties, Nederlandstalige producties, die het afgelopen seizoen in Vlaanderen te zien waren. Ramses van Albert Verlinde Entertainment en We Will Rock You van Stage Entertainment hebben verschillende nominaties binnengehaald. Maar er zijn ook twee acteurs die zich in de kijker hebben gewerkt. Ara Galici, die heeft een nominatie gekregen, die kennen jullie wel, heel populair in Nederland. En die heeft ook al verschillende rollen gespeeld hier in Emla. En dan is er nog een nominatie die naar Nederland heel verrassend komt. En ik zeg verrassend, omdat het eigenlijk om een Vlaming gaat. Dus, ik ga even richting met uw stem gaan vragen of je toch even naar beneden komt. Want ik moet en mag en moet jou feliciteren omdat jij genomineerd bent als aanstormend talent voor jouw rol in de musical The Ladies. Dus ik denk zeg, het leek het meest op liefde, het leest als liefde, het klinkt als liefde, het voelt als liefde, het staat als liefde, het praat als liefde, het zingt als liefde, het springt als liefde, doet pijn als liefde, het kwijt als liefde, verdwijnt als liefde, verschijnt als liefde, het schreeuwt als liefde, het zingt als liefde, rara, waar dit op duidt. Een duidelijk geval, een duidelijk geval. Ja, een duidelijk geval, een overduidelijk geval. Het lijkt of ik al val. Jij denkt dus dat je valt. Nee, ik denk dat het goed bevalt. Ik hoop dat het bevalt. Stond op het veld, ik kom naar het publiek en daar zat ook zo'n stuk. En die lachte terug naar mij, ik dacht krijg naar de fuck. En steeg naar mijn hoofd, ik dacht ernaast hier bijna flauw. Dus na de wedstrijd meteen, hup naar de zuster, was wat nou ze zijn. Dus echt geen beroerte, geen overval en geen zwangerschap. Toch misschien ben je gezond, je hart moet vreemd, het is aan het spelen als een poes en vliegen, en dat is dit diagram. Lijkt het meest op liefde, het leest als een liefde, het klinkt als een liefde, het voelt als een liefde, het staat als een liefde, het praat als een liefde, het vlucht als een liefde, het klinkt als liefde, doet pijn als een liefde, het kwijt als een liefde, verdwijnt als een liefde, verschijnt als een liefde, het schreeuwt als een liefde, het zingt als liefde. Stef is de geek van de school, de sukkel van de school. Hij is voetballer, omgekeerde wereld. Wordt verliefd op Max, de bink van de school.
schaakkampioen en wordt dan verliefd op een meisje. Schok. Ja, grote schok, grote schok. Of merkt eigenlijk dat hij heteroseksueel is, laat me het zo zeggen. Ja, ik snap hem. Ja, ja, want deze musical draaien we de wereld even om. De schaakkoning is ineens de gesjeesde jongen van de klas. En de hetero is ineens een beetje de outcast van de school. Maar omdat iedereen homo is of lesbisch is. Ja. Toen jij het script las, wat dacht jij toen? Leuk, grappig. Vooral grappig en leuk. En natuurlijk ook de message eronder is mooi. Maar vooral leuk en luchtig. Maar dan ook wel met zo'n zwaar thema. Dus dat vind ik dan wel weer... De uitdaging. Het is een mix natuurlijk. Het is een zwaar thema in een heel luchtig zomersjasje, kan ik wel bijna stellen. En ja, wat deed dat met jou? Toen jij ging oefenen, ging spelen, dat je dacht van, ja, wat is dit? We zijn nu anderhalve week bezig. En we zoeken vooral nog van, waar is de balans? Waar hou je het luchtig? En waar neem je het thema? En ga je een beetje dieper? En wil je dat eigenlijk overbrengen naar het publiek? Het blijft natuurlijk altijd, maar het moet ook leuk blijven. Het script is ook het script. En ik denk dat we de mensen met een knipoog bewust willen maken van, hé, we hebben allemaal deze voordelen of vooroordelen. En het gaat niet alleen over homoseksualiteit, het gaat over het feit dat we allemaal voordelen hebben. En dat we mensen die anders zijn, whatever dat is, toch nog steeds... dat we daar bijvoorbeeld naar kijken. Beetje de hokjesgeest eigenlijk toch? Ja, ja. Wat ook niet slecht is, denk ik. Maar wat gewoon goed is dat je bewust ervan bent dat je het doet. Ja. Lijkt het meest op liefde het leeft. Als liefde het klinkt. Als liefde het voelt. Als liefde het staat. Als liefde het praat. Als liefde het vliegt. Als liefde het springt. Als liefde het pijn. Als liefde het pijt. Als liefde verdwijnt. Als liefde verschijnt. Als liefde het speelt. Als liefde het zingt. Als liefde aan haar maakt. Toen ik het script las, heb ik heel veel gelachen. En dat is al een goed teken. Want als je moet lachen om iets wat op papier staat, dan wordt het alleen maar leuker als we dat echt gaan doen. Dus we zijn nu anderhalve week bezig en het is nog steeds erg leuk. Het is een heel luchtig verhaal. Of het is eigenlijk toch een verhaal met een boodschap in een heel luchtig jasje gestoken. Het is vrolijk, uptempo, het zwingt de pan uit. We hebben net een aantal nummers gezien. Hoe voelde dat voor jou? De nummers zijn te gek en ik ben wel iemand die houdt van een verhaal met een boodschap. Dat vind ik eigenlijk heel erg belangrijk. Ja. En dit vind ik een hele leuke manier om iets serieus aan het licht te brengen of onder de aandacht te brengen. Omdat het toch, wat jij zegt, in een licht jasje gestoken wordt. Ja. Maar je gaat er toch wel over nadenken. Ja. En dan zie je toch wel in van, oh ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo open-minded of ik ben eigenlijk toch wel vrij conservatief. Omdat alles zo wordt omgedraaid. God zorgt dat het zich terugbetaalt. Mama Carla weet me net iets te goed waar Sarah de mosterd haalt. Hij zegt vergeef zoals een grijze vergeven is rechtgaan. Het zal wel zonder zijn, maar ik fantaseer nu dat ik mijn Carla sla. Ik heb geen tijd voor het gedoe en het wordt tijd. Dat ik mijn tijd niet langer verdoe. Verpest je eigen leven mij doe. Ik heb geen tijd meer voor het een zwaar is. Toch vaak veel tijd. Lastig, maar als ik wat opmerken mag, stuur me ook eens iemand die me niet de hart aan na een dag. Ik vraag niet om een ring of de rijde vuurlaag, maar zou ik mij in mijn hoofd verliezen, dan moet het rot als ik erom vraag. Ik heb geen tijd meer voor het gedoe, en het wordt tijd dat ik mijn tijd niet verloor. Dus je eigen leven mij. De band was erbij en dat geeft ons natuurlijk extra, hè, dat geeft altijd net wat meer. Het wordt een vrolijke seizoensafsluiter. En jij speelt de rol van? Roberta. Dat is een lesbienne die eigenlijk heel erg graag een serieuze relatie wil. Want dat nummer wat je net hebt gehoord, ik heb geen tijd voor al dat gedoe,
zo'n frustratie die eruit komt omdat haar vriendinnetje helemaal in het begin van de voorstelling is al 3 keer vreemd gegaan voor de lunchpauze. Dus dat is echt niet wat Roberta zoekt. Dus dan maakt ze het uit, al die frustraties eruit. Zegt ze dat ze genoeg heeft van de liefde, maar 5 minuten later wandelt Greet binnen, de andere blonde stoot van de cast. En is Roberta weer helemaal verliefd. Gaat zelfs bij het motorstunt balletteam, kan het nog niet uitspreken, om indruk te maken op Greet. En ja, zij krijgen een relatie. Vader, u en ik zijn best wel kloots, toch? Maar ga ik ervan uit dat u het oppikt zoals ik het bedoel? Artistiek leider van M-Lab en nu regisseur van deze voorstelling, Ja Sana Nee Sana. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Nou, deze titel, ik heb een hele tijd geleden zitten kletsen. Klets ik wel vaker met Modi Zwijnen. En zo van, hey, heb jij nog wat titels of goh, stel dat. En die roept ook wel eens, oh, dat is leuk voor M-Lab. Of dan zeg ik weer, oh, dat. Dus zitten we te kletsen. En deze titel heeft hij genoemd. En die is mij heel erg bijgebleven. Waarvan ik dacht van, oh, dat zou ik echt graag een keer hier willen doen. En ja, op een gegeven moment is iets ook een intuïtieve keuze. Omdat ik wel vind dat het weer goed is om eens te kijken, wij Nederlanders, hoe dit nou zit met onze tolerantie. Waar wij ons zo fier mee op de borst slaan. En denk van, ja, is dat zo? En ook lees veel in de media natuurlijk wat over homoseksualiteit. En ik voel van, dit verhaal mogen we wel eens over het voetlicht brengen. Zou ik mij ooit met andermans zaken bemoeien? Ja, Sana. Reken maar! 2 aan 2, zoals Noah van Kanteen. De sleutel voor de combinatie vinden van die been. Hoe gaat dat met mijn liefde? Ik ga die nu eens weten. Hey, ik zie je, zie je, zie je dat nog niet? Oh, schatje, hoi, 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 hoi. Doei, 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 doei. Max geeft vast wel wat. Echt, ik ken iemand trouwens die boy. Donker best mooi. Max, wel nee, oh, ja, wel. Ik geef het toe, maar in niks aan aan. Nee, toe bemoei je niet mee. Het toe, nee, 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 nee. Ik heb zo'n plan, ja? Nee. Eerst ga ik een keer naast hem staan. Een week daarna spreek ik hem. Bla bla bla, wees nou een man. Vergeet dat stomme plan. Die sfeer van M-Lab die is toch bepalend voor de successen die hier afspelen. Hoe creëer je die sfeer? Misschien is dat wel een magie. Nee, dat heeft met een aantal ingrediënten te maken. En er zal ook een magisch ingrediënt zijn. Een ingrediënt is de plek. Niet alleen aan het IJ, maar ook hier is spelers zeg maar, in een hele intieme sfeer dingen kunnen uitproberen. Er is veel vertrouwen. En ook naar het publiek kunnen ze. Mensen weten waar ze naar komen kijken ook. Het zijn proefvoorstellingen, het zit dicht op de huid van de acteurs. En voor mij als regisseur is het van levensbelang voor een repetitieproces dat je het goed hebt met elkaar. Wat niet wil zeggen dat er niet een conflict kan zijn, dat is heel erg goed ook. Maar dat je het goed hebt met elkaar, dat er veel vertrouwen is, dat er gelachen kan worden en dat er heel hard gewerkt wordt. En dat we weten, oké, we gaan dit met z'n allen in 4 weken maken, schouders eronder en knallen. Ik ben geen neus, ben een speurneus. Incognito, spot ik ieder wat je dat zegt. Zonder een schatje in de sport, dat kon denk. Wijs naar jou, kom op trek. Trek nou de kut van je liefde. En dat is jou. Ik luister geen door. Stop je van de stap, ik ben de vijf. Kom ik uit in je rek. Hij trekt me de rek zo af. Een paar vrienden vindt. Hey, niet zo verlegen, de hele boel zit dicht.
dat weet, geloof in het overstaan. Kom het niet om, geef jezelf deze schop en stop je op.